Hallo, een hele mooie, bijzondere dag hebben we vandaag, hè? Ja, iedereen is ermee bezig. Iedereen houdt zich ermee bezig. Dus doe het ook mee. Als je me tegenkomt, kom je me een paar dagen later tegen. De energie blijft altijd nog gammelen tot aan het nieuwe jaar. Dus dan kan je nog steeds manifesteren en allerlei dingen doen. Een hele mooie astrologische event vandaag, hè? Jupiter en Saturnus die samenkomen, die gaan knuffelen. Die gaan echt, is dat een soort van vredeaanbod samen, maak ik maar van. De kerstster, de ster van Bethlehem van 800 jaar geleden, daar geloof ik in. Ja, dat de sterren aan de hemelen zaten en dan gebeurden er allemaal mooie dingen. Dus ik hoop dat vandaag zoveel baby's worden verwerkt of zoveel baby's op aarde mogen komen. Echt waar, het is een mooie dag. Nou, ik heb allerlei dingen voor jullie opgeschreven. Ga ik rustig proberen op te lezen. Nou, vandaag is de laatste dag, want morgen moeten we echt serieus gaan worden, want we gaan naar de steenbok. Ja, 3-1, we gaan wat serieuzer worden, maar we hebben deze mooie grote dag nodig om dan morgen erin te stappen en helemaal opnieuw te beginnen met heel veel kennis en verfijnere bewustzijn en de zin in. Ja, yeah, let's go, let's go. Vandaag de maan in de vissen, de zon nog steeds in de boogschutter, ik bedoel naar de steenbok. Het is vuur en water, die trekken elkaar niet echt. Nee. Dus met het visenergie en dan de groei van de boogschutter, kun je misschien jezelf afvragen in je meditatie, in je journal, opgeschreven, vuurritueel zou vandaag ook heel handig kunnen zijn. Hoe kan ik mezelf helen? Hoe kan ik mezelf helen? En ik geloof in zelfhealing. Dus misschien googelen, boeken lezen, audioboeken van hoe kan ik mezelf helen? En ga dat vandaag zoeken of neem een week de tijd dat je dan voor de nieuwe jaar even een afspraak met jezelf maakt en dan begin je aan de zelfhealing op jouw manier en geloof dat het ook echt kan. En hulp vragen is de meest krachtige iets hier op aarde. Dus coaches, naar meditatie, allemaal online. Vandaag heb je volgens mij heel veel online meditaties. Doe allemaal mee. Zoek het op. Zoek leiding. Zoek spirituele leiding om deze dag makkelijker te maken. Ik voel op zich heel veel rust. Ja, omdat ik veel heb gemediteerd. Dus ik ga ervan uit dat ook heel veel mensen wat rustiger voelen. Maar ik voel ook een aantal mensen die niet naar hun intuïtie hebben geluisterd. En die voelen wat zwaarder op hun hart. Of de zonnevlechtchakra brandt, noem ik maar. Een beetje chaos. Yes? Oké. De conjunctie. Laat het je vandaag inspireren. Ja? Op de winterzonnewende. Want vandaag is ook de kortste dag van het jaar. Ja, helemaal leuk. Dus we hebben een zeldzame gebeurtenis. De samenvoeging, de grootste planeten van de sterrenstelsel, die zijn aan het knuffelen na 800 jaar, wat ik net al zei. De ster is er, de kerstster is allemaal te zien aan de hemelen. Ik ga straks op mijn telescoop even allemaal dat proberen te pakken rond zevenen. Jupiter staat voor groei, Saturnus die staat voor zaken, allerlei zaken. Dus, maar ik vraag je vooral om je hartzaken en dan het zakelijke business wat je wil dan opzetten, ook allemaal doen. Want de bewustzijn wordt verhoogd voor ieder persoon op aarde. Alle continenten. Echt waar. En dat gaan we allemaal weer later terugzien. Maar het gaat echt gebeuren. Ieder mens gaat in deze week of voor de week daarvoor iets ervaren. Een diepe inzicht of beseffing wat life-changing is. En ja, het kan wel, desnoods een diepe pijn dat je nu pas beseft of iets heel moois, een talent in jezelf ontdekt. Beide heb je nodig om allemaal nieuwe dingen te manifesteren. Vandaag is zo'n dag, zo'n powerdag, dat je heel veel kan manifesteren. Dus schrijf het allemaal op. Doe je vuurritueel. Zet het op je altaar. Heb je geen altaar? Doe vandaag je altaar maken. Zoek het allemaal op met de mooie spullen wat je thuis hebt. Edelstenen opladen, desnoods in een kringetje met een cellen niet. Sali, alles, zo'n dag. We zitten thuis, we mogen toch niet naar buiten. Ben je op je werk, ren naar huis, doe je boodschappen en maak het allemaal lekker thuis. Zo'n sfeer. Ja, want we klimmen, weet je, het klim wordt makkelijker, heb ik je gezegd. Echt waar, het wordt veel makkelijker. Want we zijn naar Aquarius tijdperk. De Aquarius tijdperk, Aquarius. Ja, dat is een luchtteken. En dat is dan een hele andere energie. De energie wordt dan verschoven naar verbinding, verandering. We gaan meer verbinden met elkaar. Ja, want
waterman is een van de beste lovers in het dierenleven. Dus die geeft dat ons ook allemaal mee. En dan gaan we een hele andere nieuwe manier van uitvouwen. Wat ik vandaag ook bij het nieuwe manier van leven gaat zich uitvouwen. Wat ik al bij de dagkaart heb geschreven. Lees de dagkaart, by the way. Vandaag heb ik hem bij me. Je kunt het. Je kan het. Dat allemaal wat je droomt. Oké, geen illusies, realistisch. Je kan het. Ja, begin vandaag. Begin vandaag met je manifestatie. Het is, zoals ik al zei, de waterman-energie is om mensen te laten. Het is veel meer bindend, het is lichter. En het is allemaal voor je persoonlijke relaties. En dat gaat er allemaal een nieuwe manier van leven geven. En ook het minder controle. We gaan ook controle loslaten. Het wordt minder. Want je hebt veel geleerd. Je laat het, je geeft het aan God. Je laat het stromen. Ja? Ja, dat was het allemaal, denk ik. Ik heb het allemaal benoemd wat ik hier zo heb. Ja, let's go. Vandaag gaan we voor de... Wat heb ik hier? Hele met de engelen. Ik hoop dat je dat allemaal ook zelf kan. Dat je de engelen oproept. En dan ga je voor dezelfde ding waar ik net al over had. Vandaag, op de maandag, met je kan het. Dat is een hele sterke kaart. Samen met Michael ken je het zeer zeker. Maandag, dinsdag, wat gaan jullie vertellen? Jupiter en Saturnus en de kerststern, noem ik er maar van. Wat gaan jullie vertellen vandaag? Kijk, zie je? Ja? Helemaal spiels. Ren huis, maak het helemaal leuk. Want hè, vreugde of blijheid is de mooiste energie hier op aarde. Dus kies ervoor om lekker vrolijk te worden. Dat is een keuze. Ik ben nu vrolijk. Ja, het klinkt heel gek en dom en raar, maar het werkt. Probeer eens. Probeer eens gewoon, ik ben nu vrolijk en ik ga nu vandaag manifesteren, want ik kan het. Desnoods op een speelse manier, huppelend, net als kinderen dat doen. Zuiver energie en je gaat het allemaal manifesteren, opschrijven en vooral geloven wat kinderen doen. Als je de kerstster ziet vandaag, dan doe je die wens. En de meeste mensen wensen pure liefdes. Hè? Daar gaan we mee, want we komen op aarde om elkaar te vinden en te voortplanten. Dus ik weet dat de wens meestal over de liefde gaat. Of zelfliefde, of dat de liefde verbetert. Iets met liefde. Doe het, manifesteer. Woensdag, donderdag. Weet je wat ik hierbij voel? Je manifestatie, hè? Dat je het op een hele spelse manier doet. Ik heb ooit 3 of 4 jaar geleden al mijn wensen opgeschreven en ik heb het begraven in een rozentuin. En ze zijn allemaal uitgekomen. Misschien wandelen, want sowieso wandelen wij heel vaak met mijn vriendinnetje Nathalie, wandelen we op stukken. Dan zoek een leuk vriendinnetje op, desnoods ga jullie wandelen en begraaf desnoods je wensen. De wind, de healing rain komt naar beneden. Desnoods wandel je even voor 5 minuten of ga even op de balkon staan of luister naar de regen. We hebben natuur nodig om tot rust te komen, want als je tot rust komt, kan je manifesteren. Je moet echt tot rust komen, precies te horen om te weten wat je nodig hebt. En dan ga je acties ondernemen. En natuur kan je erbij helpen. Muziek thuis, watergeluiden, weet ik veel, vuurgeluiden, allemaal op YouTube. Kun je het allemaal opzoeken en er wat mee doen. En anders loopt de bos in. Doe dat echt. Of het strand, woon je daar dichtbij? Doe het. Dat zijn van de mensen die langs de strand duinen. Maak die wandel met je huisdier. Als je een hondje hebt, doe dat gewoon. Even ga luisteren wat de wind in je te vertellen. Die stilte, daar hoor je heel veel, hè? Als het heel stil is. Yes, 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 yes. Zo'n mooi weekend. Weekend, weekend. Voor de healing. Wauw. Kijk eens, ze kijken. Naar de knuffel. Ja. Worden we, als je erin gelooft of gewoon oproept of ervoor open staat vooral. Openstaan voor begeleiding. Dat is echt de grootste magie, kracht, kunst, werk hier op aarde. Openstaan en geloven. Want zoals ik al net zei. Als je je nu niet fijn voelt, is het omdat je niet heb geluisterd naar de begeleiding vanuit de hemel, die dan in je huid, in je hart best wel luid tegen je heeft gesproken. Want ik geloof erin, als je naar Mena kijkt, hoor jij je intuïtie. Je bent al zover, jawel. Na 2 jaar naar me kijkt en vooral naar anderen, want alle coaches, alle mediums geven iets mee. Dan vind ik, heb je er wat aan gedaan?
dan weet je hoe je verder moet. Maar heb je dat niet gedaan en daardoor voel je je vandaag in je zonnevlek of in je hartchakra niet zo fijn, dan weet je dat je deze beslissing moet maken, vooral in het weekend. 2/21 zijn. Want we zitten in een Aquarius tijdperk. Jawel, we gaan weer verbinden en mooie dingen doen. Maar kan jij verbinden? Of zit je nog in je verlatings- of bindingsangst? Zit je nog de dansjes te doen met mensen? De duivelsdans noem ik dan maar nu. Gewoon je laten verleiden, afleiden door Barbies en Kens. Of omdat je je niet alleen wil voelen. Dan heb je jezelf nog meer gepijnigd door iemand uit te nodigen. Het hoeft niet een liefdesrelatie te zijn, vriendschap. Ja, het mag zelfs je eigen moeder of vader zijn dat je weet dat het... En als je het nog doet. En als je het doet en je weet dat het zo is. Als je anders daar naartoe loopt of anders ermee omgaat. Dan verdwijnt het. When you know better, you can do better. Yes, kijk eens. Nog een keer. We are growing higher and higher and higher. Ja, ja, ik word helemaal Shaka Zulu ervan. Ja, ik hoor het wel. Ja. Ik ben nog steeds aan het zingen met mijn hart. Vanaf die dag ga ik daar nooit mee stoppen. Kijk eens, het is de spirituele groei. En ik heb de liefdeskaarten al getrokken. Hè? Dat kan ik sneller uploaden. En weet je wat Cupido vandaag zei? Ja, 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 ja. Hij verklaart de liefde aan iedereen vandaag. Ja, de grote dag. Hij verklaart de liefde aan iedereen. Iedereen verdient liefde. Iedereen gaat liefde vinden. Maar het begint met de eerste stap. Ben je al liefde? Dan trek je liefde aan. En als je nog maar 80 bent, 70 is nog niet 100. Dan moet je nog heel hard werken aan die 20-5%. Maar zoals ik al net zei, het klimmen wordt makkelijker. Dus klim, klim, klim. Yes, let's go. The singles, the singles. Kijk eens, Cupido die zoekt support. Kijk eens, daar in overleg. Hij is in overleg met... Is dat de hartenkoningin die mensen de harten... Off the head! Want sommige mensen moeten dan, want ik ben ook een beetje de hartenkoningin. Het is mijn schaduwkant. Ja, 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 ja. De hartenkoningin, dan zit ik daar. Hoofd eraf. Ja. Ja, ja. Hebben jullie die niet? Ja, ja. Ik herken haar. Ik hou wel van haar, maar ze mag niet de stuur overnemen. Want anders gaan er heel veel hoofden eraf. Maar kijk eens. Ze zijn in overleg. Over jou. Hoe je het beter zou kunnen. Wat je dan nodig hebt. Wat voor steun, wie, welke begeleider, welke engelen. Ze zijn in overleg. Open je hart om te luisteren wat Cupido met zijn pijl aan jou wil vertellen. Ja, ja, wat hij wil vertellen, want hij is steun voor jou aan het zoeken. Maar steun jij jezelf ook nog? Want ik hoor koppigheid hier, hè, voor de singles. Er zijn een paar singles die wat koppig zijn door te denken ook. Of willen bijna geloven dat het niet meer goed komt of er geen liefde. Dat zijn wat oudere dames. Die wat ouder zijn. De jongere dames die zijn al wat hoopvol. Maar ja, nee, jok. Een paar jongere dames die beginnen ook wel de harte koningin te worden. Of de head. Ja, dat hoor ik. In ieder geval het verschilt. Van man en vrouw. Laat me geen leeftijdsgebonden worden. Want ik krijg het gelijk door. Maar... Cupido wil je vertellen, zeer zeker na vandaag wordt het makkelijker. Een nieuwe manier van leven wordt uitgevouwen. Jij hoeft alleen maar door te lopen en te pakken en de begeleiding van de hemel in je hart te openen. Zodat je kan luisteren en acties kan ondernemen. Want die knuffel is voor ons allen hier op aarde. Single, kijk eens, de overleg is er. Weet dat en volg die op. Wat je hoort in je hart. Ja, en ik hoor ja mensen alleen met kerst of single. Alleen zou kunnen, maar eenzaam ben je niet. Ga de verschil zoeken. Eenzaamheid is natuurlijk altijd dat behoefte, verlangen om naar huis te gaan, naar de wolken. Dat had ik heel vroeger. Maar als je weet dat je hier op aarde leuker kan maken, vooral na vandaag, kan het anders worden. Het wordt makkelijker. De steun is onderweg, maar steun ook jezelf. Door nee te zeggen, hoor ik, wanneer het niet klopt. Dat hoor ik heel sterk, wanneer het niet klopt, nee zeggen, dat is de intuïtie niet. Want we denken heel vaak, hè, dat geldt ook wel in relatie of verliefdheid, dat een ander een verhaal heeft. Maar jij hebt ook een verhaal. Verdriet is verdriet. Niet omdat een persoon het hebt, ben 6 keer gepakt en een andere maar 1 keer. Lijkt alsof de persoon het verhaal veel leuker maakt of veel dieper of veel groter. En waarvan jouw verhaal is niet waar. Jij hebt ook een verhaal.
Dus wanneer de overkant of de persoon die tegenover je staat, of is het een fiets, een gebouw, pony, je weet het, iedereen heeft een verhaal. Alleen hoe ga je ermee om met de healing? Dat is het verschil. Yes? Oké. De verliefde mensen. Kijk, komt weer terug. Speelsheid. Speel met elkaar. Geniet met elkaar. Heel realistisch. Weet je dat het gewoon seksueel zakelijk is? Houd het vast. Ga het niet leuker maken als je verliefd bent. Maar zit het goed, want de kaarten blijven terugkomen dat de verliefdheid goed zit. Want ik zie bij de relatie dat mensen vrienden zijn. Dat vind ik prachtig. Dat betekent dat verliefde mensen misschien ook voor hebben gekozen om eerst elkaar beter te leren kennen. Die vriendschap niet te snel. Want er waren allemaal moeilijke tijden. Maar misschien na vandaag gaat het speels vooruit. Gewoon met een glimlach. Ja, geniet van het moment. Keep it gewoon real. Dat vooral hoor ik het ook. Ondanks het spelletje of een spel of een dans. Ja, misschien gebruik ik nu de verkeerde woorden. Maar keep it real. Speel niet met iemands hart ook. Dat hoor ik ook in mijn hoofd. Dat zijn ook een paar mensen die aan het spelen zijn met iemand anders hart. Jij weet wanneer ik dit zeg. Dat met jouw hart wordt gespeeld of dat jij de player bent. Ik blijf het zeggen. Tegen heel veel mensen, als jij de player bent, ben ik de coach. Dus dames, heren, word je gepleed, word de coach. Ja, en anders, hou het leuk. Hou het leuk. De relationship. Ja, ik zie de groei van mensen die samen zijn. Je bent toch helemaal verliefd, helemaal doorgegaan, helemaal gek, helemaal samenkomen en alles. En dat heeft heel veel achter en gekkigheid, want er zat veel pijn. Of mensen die al 20 jaar samen zijn, je begrijpt wat ik bedoel. Maar we zijn tot een punt gekomen dat vriendschap heel belangrijk is, blijf het zeggen. Dat jouw tekortkoming niet te zoeken is in jouw partner. Dat jij het zelf moet opruimen, zodat je naast je partner kan reizen. Dat wat er allemaal is gebeurd tussen mensen in een relatie, dat heeft je dichter bij elkaar gebracht. Al was het lelijk hoor. Al was het lelijk dat een man of een vrouw heeft gelogen of even buiten hebt gekeken of zwaaien. En daar zat in heel veel aandacht om te voelen dat je nog leeft. En dat de andere partner het begrijpt, dat er een andere wil voelen en het leeft. En dan kom je door moeite voor elkaar te doen. Door naar elkaar te kijken en de juiste vragen te stellen. Maar wat ik vooral voel, is dat mensen bij elkaar willen zijn. Hé, deze stelletjes, bij elkaar willen zijn. En ik zie toch andere mensen die bij elkaar niet horen. Sluit af in vriendschap, zodat je als twee volwassen mensen, vooral als je kinderen hebt, je kinderen kan opvoeden. Dat je kinderen niet volwassener zijn dan jullie. Want dat zie ik heel vaak, hè? Dat kinderen dan heel, vooral volwassenen zijn dan ouders die daar staan te staan om tot een conclusie of compromis te komen. Best friends. Prachtig of niet? Er wordt overlegd, ook voor de verliefdheid, ook voor de relatie mensen. Kijk eens, de kerst er is hier. Die is hier. De begeleiding vanuit de hemel. Dat is de healing, voor zelfhealing. Geloof je het? Dat is de magie. Ah, de natuur is. And you can do this. Yes, you can. Nog een keer. Je kan het. Zie die zwaar zo? Pak. En al moeten de hoofden eraf. Use it. Oké, fijne dagen. Kerstavond doen we nog 1 keer die tarot onthulling. Ja. Het valt op een kerstavond, dus het lijkt me wel leuk om dat nog te doen met elkaar. Ik wens je fijne dagen nogmaals. Gedraag je. Laat de Barbies en Kens go. Ze horen in een planeet plastic. Als jij weet dat je een real persoon bent, doe het ook lekker met jezelf. Omarm jezelf. Wees blij met jezelf. En dan zou je je niet alleen of eenzaam voelen, maar super gelukkig. He, waar veel mensen lachen erop, de Sylvester alone. Maar heb je dat gezien? In zijn eentje. Heel die bos, ratatatata. He was a winner. Misschien in je eentje kun je veel meer bereiken dan met z'n tweetjes rond deze periode. Fijne dagen, fijne kerst. En een happy, happy, happy new you. Oké, okay. Bye bye. Wil je een kusje? Ah, lekker. Ciao.